Thank you.
Hartelijk welkom bij de tweede talkshow van Azera. Mijn naam is John Schuurman en we zitten hier met vier aan tafel. Ik wil ze even voorstellen. Hier links van me, voor de kijkers rechts, is Karst Broltsma. Karst, misschien kun je je even voorstellen. Ja, dankjewel. Mijn naam is Karst Broltsma. Ik ben werkzaam bij Eurofins Agro. En wij doen grondonderzoek en gewasonderzoek. En mijn rol daarin is dat ik onderzoek doe naar de... Wat voor advies komt erbij op aan nutriënten? Hè? Met betrekking tot bemesting. Ik mag me wat bezighouden met vernieuwingen. Ik heb eigenlijk een hele leuke functie binnen Eurofins Agro, eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Dankjewel. De volgende gast is Nick van de Bergmortel van Vlamings. Nick, misschien kun je jezelf even... Ja, Nick van de Bergmortel van Vlamings. Ik ben adviseur volgronds groente en akkerbouw vanuit onze vesting in de Mortel. Waarbij ik telers eigenlijk probeer te begeleiden tijdens mijn dagelijkse werk naar zo goed mogelijk eindresultaat met hun gewassen. Ja, en natuurlijk niet te vergeten mijn collega Arjan Bos, die werkzaam is in het noordoosten van Nederland. Arjan? Ja. Nou, nee, maar dat klopt. In feite is het ook niet meer. Ik werk voor Azera en ik bemoei me met name met het gewas uien in het noordoosten van Nederland. Ja. Hartstikke goed. Het thema van vandaag is bemesting. En ook een instrument om de metingen te doen, hoe de voedingstoestand van de grond is. Wij gaan er vandaag wat dieper op in en hopen u dan wat meer inzicht te geven in de werking van de verschillende elementen. En mogelijk dat het ook kan helpen bij de teelt. De vorige keer hebben we uitgebreid gesproken over de export. En we denken dat naast een goede rassenkeuze ook bemesting een belangrijk onderdeel kan zijn om een kwalitatief hoogwaardig product te telen. En dat dan inderdaad weer de wereld over te sturen. Om te beginnen bij jou, Karst. Zou je wat kunnen uitleggen over de elementen? Wat ze doen. Misschien beginnen met de stikstof. En ja, dat kan ik. Als het belangrijkste. Klopt. Dat kan ik zeker doen. En stikstof is inderdaad een hele belangrijke. Hè, dus de stikstof. Maar misschien nog wel belangrijker is de kalium. Hè. Kalium is over het algemeen ook een grote regelneef in de groei en ontwikkeling van het gewas. Mm-hmm. Stikstof, het zit in het DNA. Het zit eigenlijk, het zorgt voor de vegetatieve groei. Mm-hmm. Kali is eigenlijk een regelneef. Is bij heel veel processen in het gewas dan ook betrokken uiteindelijk. Ja. En je hebt een hele serie, ik denk wel een kleine 20 nutriënten die ook essentieel zijn voor het gewas, voor opname. Mm-hmm. En als teler, als je naar je gewas kijkt, je wil eigenlijk niet dat één van die nutriënten de beperkende factor is. Ja. Kijk, ze hebben allemaal een belangrijke functie. En van sommigen is misschien nog niet helemaal bekend wat ze nou specifiek doen. Maar van een grote serie is het wel bekend. En ik denk uiteindelijk naar een teelt kijkend, vooral het moment dat ze er, als ze er niet zijn, als ze echt beperkend zijn, dan ga je dat terugzien in je groeistadium. Ja. Je hebt dan de micronutriënten natuurlijk, maar ook nutriënten zoals zwavel. En zwavel was in het verleden, daar kwam altijd meer dan genoeg vanuit de depositie naar beneden. En er was altijd een 50 kilogram per hectare die vanuit die depositie wel op het vanuit veld, de lucht eigenlijk. Vanuit de lucht, ja precies. En doordat je nu steeds schonere luchten krijgt, zit daar dus ook minder zwavel in. En is misschien die depositie vanuit de lucht misschien nog maar een 5 kilogram of nog minder. Ja. En dus zo zie je dat ze ook de belangrijke, of tenminste de nutriënten steeds belangrijker worden. En vooral het weten wat er aan de hand is op je percelen. Mm-hmm. Wat is de voedingstoestand, wat is de opname, et cetera. Ik denk dat ontzettend belangrijk is in de hele teelt. En ik denk vooral, je wilt dat geen enkel van die nutriënten, omdat je veel wel kan bemesten of kan bijbemesten. Je wilt niet dat het een beperkende factor gaat zijn. Ja, het is natuurlijk zo, we hebben de macro-elementen en dan de micro-elementen. En zoals zwavel is eigenlijk een element waar we niet altijd, het zit niet in de NPK-meststoffen. Maar het is wel, zo zijn er wel meer die er te degen toe doen. Klopt. Kun je er een paar van noemen of kun je ze noemen wat... Dus het onderscheid is de stikstof, de fosfaat en de kali, die kent iedereen. Die wordt ook voldoende bemest uiteindelijk. Maar zwavel en ik zou ook zeggen magnesium is ook een nutriënt waar...
Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat dat wordt wel eens vergeten. En als je specifiek naar grondsoorten kijkt, op de kleigronden, kan die nog wel eens beperkend zijn. En we zien wel in het grondonderzoek wat we doen, dat magnesium bijvoorbeeld niet of weinig aanwezig is. Nou, magnesium is wel van belang. Het zit in de bladgroenkorrels. Het maakt die plant groen. En als die er niet is, als die tekort is, dan... Ja, hoe zeg je dat? Dat is gewoon vervelend, of tenminste vervelend, maar je kan er ook makkelijk wat aan doen. Je kan hem heel eenvoudig bijsturen uiteindelijk. Ja, die magnesium. Die magnesium bijvoorbeeld, ja. Want hoe kan het dat het daar, want je noemt net de kleigronden, maar hoe kan het dat daar dat tekort vlotter optreedt? Ja, nou ja, goed, het heeft ook een beetje te maken met de geschiedenis van de percelen. Hè. Wat is er bemest in het verleden? Welke type meststoffen zijn daar gebruikt? En we zien soms op bedrijven wel dat er een 20-25% van de percelen toch laag zit in magnesium. Het is ook niet altijd te herleiden. Hè? Wat je vaak ziet is, kali wordt veel bemest. Hè? Kali in de grond, dat bindt zich aan het kleihumuscomplex, dus de kleiplaatjes, organisch stof. En het verdringt uiteindelijk, als je veel kali bemest bijvoorbeeld, dan verdringt die bijvoorbeeld de magnesium van CC. Ja. Dus als daar altijd... ruim kali bemest is en geen rekening gehouden is met bijvoorbeeld magnesium, dan kan het zo zijn dat je hem vanaf het CC verdrongen hebt. Daarnaast kan er natuurlijk ook een lager gehalte in de mest zitten. Hè. Dus als daar organische mest gebruikt wordt, dat daar de gehaltes ook lager worden. Dus ja, het is uiteindelijk een heel spel van welke nutriënten zitten er in die grond, hè. Welke zijn voldoende aanwezig en hoe zit het met de nalevering van die grond. En als het beperkend is... En de behoefte is er wel, dan moet die wel aangevuld worden. Ja. En dus, het is eigenlijk heel simpel. Je hebt een vraag en je hebt een aanbodkant. En bemesting kun je dat gelijk stemmen aan elkaar. Ja. Misschien wel een leuke aanvulling op dat vooral als je gaat kijken naar wanneer het gewas, in dit geval dus de ui, eigenlijk welk element nodig heeft. Dan zie je dat het magnesium, dus jij gaf zelf al aan, die wordt gebruikt voor bladgroen. Eén deeltje magnesium zit er 4 delen stikstof aan gebonden. Dat wordt voornamelijk dus verbruikt door het gewas eigenlijk in de loofgroeifase. Dus op het moment dat die ui volop loof aan het maken is, gaan we dan over naar een stukje bolvorming. Dan zie je eigenlijk dat die kali aan bod komt. En dat we dus ook in die volgorde met bemesten, zeg maar, als we daar rekening mee proberen te houden, dat de opname dan ook gewoon makkelijker verloopt. Ja. Dus die plant die is eigenlijk eerder... zoals ik het dan zeg, hè, dus ook naar luisteren, is die eerder magnesium nodig dan kali? In die volgorde, ja. Ja, het heeft natuurlijk ook wel een beetje met de historie van de bemesting te maken. Hè. Want kali wordt over het algemeen, of wordt eigenlijk altijd wel bemest. Hè, en magnesium niet altijd. En in die zin denk ik van, hè, dus dat die magnesium, en ik ben het helemaal mee eens, hè, die magnesium heb je eerder nodig dan die kali, en dat is ook altijd advies. Dus als die laag is in je grond en als je bijvoorbeeld met een bladanalyse of misschien wel met een zeemeting een indicatie hebt van hij is aan de krappe kant, zorg in elk geval dat hij er is. Want je ziet het direct terug in je gewasontwikkeling en bij wijze van spreken met 3-4 dagen later, dan zie je hem al terug in je groei. Dus dat is een hele belangrijke, misschien een micronutriënt dan nog. En micronutriënt uiteindelijk magaan op kleigronden wordt eigenlijk altijd gegeven. Mm-hmm. Op de zandgronden zou het niet altijd een risico hoeven zijn. Maar bijvoorbeeld dit jaar ook. Het is koud, veel neerslag. Datgene wat er is, het is nu maar de vraag of dat daar voldoende opgenomen wordt. Ja. Ik zou daar als teler wel een vinger aan de pols willen hebben en willen houden. Ja. Dus in die zin, hè, dus al die nutriënten hebben een specifieke rol. Magaan, borium, dat zijn ook de micronutriënten die vaak wel gegeven worden. Aan de basis? Niet direct aan de basis, maar vaak ook wel via bladbemesting wordt hij meegegeven. Hij zit vaak ook wel in de grond, maar dan is het de vraag of dat die voldoende opgenomen kan worden. Ja. Je noemt nou bladbemesting. Is iedere meststof geschikt om als bladbemesting te gebruiken? Of, ik vind een ui heeft natuurlijk een heel aparte bladvorm. Maakt het het daardoor geschikter of ongeschikter als opname? Nou ja, uiteindelijk zou je kunnen stellen dat alle nutriënten wel als bladbemesting te geven zijn. Okay. Maar je zit daar wel met een max aan, bijvoorbeeld. Ja. Je hebt daar, als je 200-300 kilogram kali wil geven via het blad, dat gaat gewoon niet gebeuren. Maar als je zegt van, je hebt je basisbemesting gedaan en je hebt een overbemesting en
En ja, er is een tekort bijvoorbeeld aan, nou ja, aan kali of aan magnesium, hè, ja, tijdens die teelt. Het is wel een hele efficiënte methode om snel nutriënten erin te krijgen. En ja, inderdaad, de vorm van het blad, ja, dat maakt het wel een uitdaging. Hè. Het is geen aardappelblad, nee, die zeg maar de hand ophoudt. Nee, je spuit, ja, het eroverheen en het zit erin. Dus het is inderdaad nog wel een hele kunst om daar voldoende aan nutriënten in, ja, te krijgen. Dus als je specifiek naar de uienteelt kijkt, ik denk dat die basis goed moet zijn. Hè. Je grond moet die nutriënten kunnen leveren. Daar moet het grootste deel van de opname vandaan, ja, komen. Nou, pak een beet, 70, misschien wel 80% moet daar vandaan komen. En de rest, nou ja, via een overbemesting en eventueel via de bladbemesting nog bijsturen. Ja. Ja. Ik denk dat dat schematisch wel een soort van vinger aan de pols kan zijn. Ja. Zeker bij spoorelementen, omdat je dan natuurlijk naar verhouding kleinere hoeveelheden nodig hebt per hectare. Ja. Is het makkelijker om daar in ieder geval een groot deel van de behoefte, zeg maar, via het blad te geven. Maar dat is wel later. Het is wel later en het is vooral ook afhankelijk ook weer van welk moment heeft die plant welk element nodig. Als, ja, je bijvoorbeeld naar mangaan gaat kijken die net aan bod kwam, dan zie je dat die ook wel voornamelijk speelt in een stukje stevigheid van het loof, loofgroei, fotosynthese. Dus die wil je relatief vroeg hebben. Ga je kijken naar bijvoorbeeld een borium die belangrijk is bij de celdeling, dan willen we op dat moment eigenlijk bij bollen de borium erop hebben zitten. Ja. En borium is relatief makkelijk transporteerbaar in de plant. Dus die kunnen we in 1 of 2 toepassingen eigenlijk de complete behoefte van het gewas geven. We gaan wel het liefst opknippen en in kleine stukjes verspreiden over het, ja, hele groeiseizoen. Ja, precies. Dus je geeft op het begin wat en doe je elke keer tot aan, ja, tot en met de ziektebestrijding elke keer, ja, een klein beetje mee. Ja, de kunst is echt om het af te laten hangen van het element. En op elk moment dat je dat element het beste aan de plant kan geven, zodat hij het op het juiste moment ook beschikbaar heeft. Ja. En een borium bijvoorbeeld, is dat aan het begin al nodig? Of is dat halverwege het seizoen nodig of juist op het einde? We zien eigenlijk dat borium vooral een rol speelt bij een stukje celdeling. En daarbij de calcium eigenlijk het gewas inhelpt. En dan zie je dus eigenlijk vooral inderdaad in het begin, dus waar veel nieuwe cellen gevormd worden en rond de bolling van het gewas, dat daar eigenlijk de piek ligt qua verbruik van borium. Ja. Oké. Okay. Dus als een boer niet heel erg veel borium in de grond heeft zitten, kan hij het beste een bladbespuiting doen rondom de bolling met borium. Ja, dat is eigenlijk het mooiste om dan inderdaad de borium toe te passen. Werken jullie daar al standaard mee? Wij doen het bijna standaard. Zeker omdat we ook zien tijdens de voorbereiding in de winter op basis van grondmonsters, die daar misschien wel even kort aan bod komen, dat borium vaak, zeker op de lichtere gronden, gewoon heel laag of weinig aanwezig is. Borium spoelt makkelijk uit en bindt zich moeilijk in de grond aan het CEC-complex. Waardoor dat eigenlijk wel een must is inderdaad om in het seizoen rekening te houden met, ja, met die borium. Ja. 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 De pH, daar hebben we eigenlijk nog niet over gesproken, maar die staat ook in relatie tot de elementen. Hè? Zeker. Misschien dat je daar iets over... In aanvulling wat Nick zegt, hè, als je over het borium hebt. Borium is een van de weinigen die niet direct afhankelijk is van de pH. Oké. Okay. Borium beschikbaarheid, dus de hoeveelheid die een plant op kan nemen in de grond. Borium is een van de weinigen die niet afhankelijk van de pH is. Oké. Okay. Mangaan, een hoge pH, denk aan de kleigronden, pH 7 en hoger, dan is de beschikbaarheid van mangaan laag, ja, vrij laag. Dus dan heb je ook een mangaanbespuiting nodig, want als je dat niet doet en je geeft hem bijvoorbeeld wel via de grond, en dan gaat die grond, die houdt hem vast, mm-hmm, vanwege de eigenschappen van die grond, en het plantje kan er niet bij. Ja. Dus vandaar als je naar je grond kijkt, hoge pH, lage mangaanbeschikbaarheid. En zo heeft elk nutriënt een specifieke optimum, link, ja, of een optimum zou je kunnen zeggen. Fosfaatbeschikbaarheid is hoog tussen pH 6,5. En die neemt af bij hoge pH's, mm-hmm, en bij lage pH's. Ja. En aan de andere kant is volgens mij molybdeen is bijvoorbeeld op de zandgrond, dus de lichtere grond bij lagere pH, is die niet beschikbaar? Ja. Nee, is die beschikbaarheid laag? En zo kun je voor alle nutriënten, met uitzondering dan weer van je borium, kun je direct relateren aan, ja, de pH. Dus die is ontzettend belangrijk. Het nadeel van een pH in de kleigrond is, je kan er niet zoveel aan doen. Het is een gegeven, hè? Het is een gegeven, hè? Dus daar kun je dan, nou ja, daar moet je eigenlijk rekening mee houden in de type meststoffen die je kiest. Het mag gaan via het blad, want anders komt hij er niet in. En op de zandgronden heb je natuurlijk de uitdaging, denk ik, met name in het najaar, om die pH weer op peil te houden. We geven eigenlijk aan, pH kleiner dan 5.
Ja, dat moet je voorkomen, koste wat kost. Ja. Liefst nog wat hoger, hè? Nou, die 6 toe is misschien nog wel wat meer ideaal. Maar onder de 5, nou, direct bekalken, aan de slag gaan. Omdat het zorgt voor de beschikbaarheid van de nutriënten. Ja. En het zorgt ook uiteindelijk ook voor een betere bodemvruchtbaarheid. Ja. En wat is dan een ideale pH als het gaat om de uienteelt? Ja, nou ja, kijk, uit... Hey, als een ideale pH, maar waar mag die niet onder zitten? Nou ja, net als ik zeg, 5 en lager, dan is je beschikbaarheid van heel veel nutriënten gewoon beperkt. En ja, je hebt zelfs op zandgronden, hè, als je naar de 4 gaat, dan kan er aluminium uit je grond vrijkomen. Nou ja, je hebt ook fosfaatfixatie bij hele lage pH's. Dus dat is iets wat je vooral wil voorkomen. Dus boven de 5, ja, idealiter na 5,5 of naar de 6 toe, dan heb je eigenlijk een soort van optimum waar je naartoe kan gaan. Ja. 6, misschien is dat wel een mooi streven. Maar goed, het moet ook te doen zijn. Hè? Je moet ook niet. Het kan wel een strategie zijn als jij als teler zegt van nou, ik zit altijd een beetje rond die 5. Maar ik wil daar over 10 of over 20 jaar, wil ik zeg maar op 5,5 zitten. Nou, dan kun je daar ook in je bemestingsplan rekening mee gaan houden om hem op peil te krijgen. Om te zorgen eigenlijk voor een mooie grond. Waar nou, niet alleen die uien goed in kunnen weggroeien, maar uiteindelijk alle gewassen die je teelt. Ja. En dat een soort van ideaal standaard is. Hè? Wat is eigenlijk je ideale bodem die je nodig hebt? Nou ja, dat wordt natuurlijk ook al een hoop gedaan, hè? Met name dan op de zandgronden. Klopt. Dat ze proberen die pH wat, nou in ieder geval wat gelijkmatiger te krijgen, omdat er best wel schommelingen in zitten. Mm-hmm. We zien het ook wel terug in de cijfers, hoor. Heel af en toe dan kijken we ook naar, hè, dus als we de grondmonsters die we gedaan hebben van de afgelopen 5 jaar bijvoorbeeld op een rij zetten, dan zien we in een hele aantal teelten ook wel, hè, ten opzichte van 10 jaar terug. Toen zaten er nog wat meer percelen laag in de pH. En dus er wordt ook al heel goed aan gewerkt. En ik denk ook dat het goed is uiteindelijk voor je hele teelt. Hè. Je bewerkbaarheid van je grond wordt beter. Mm-hmm. De beschikbaarheid van de nutriënten wordt beter. En dan heb je het specifiek wel over die zandgronden. Hè. Ja. Uiteindelijk aan de andere kant. Bewerkbaarheid van kleigronden. Nou ja, dan kun je ook met calciummeststof nog wat een en ander doen. Maar dan moet je niet kalk gaan gebruiken. Maar dan moet je bijvoorbeeld met gips gaan werken. Ja. Omdat je, nou ja, je pH hoeft niet verder omhoog. Je pH zou wel iets naar beneden mogen, ook al lukt dat niet altijd. Nee. Ja. Als we het specifiek over de zandgronden hebben, dan denk ik inderdaad dat kalk gewoon een van de goedkoopste en meest efficiënte manieren is om grote stappen te maken richting de vruchtbaarheid van een perceel. Ja. Oh. Ja. Oké, okay. Hartstikke goed. Er vallen ook wat middelen weg. Hè. We mogen de mankenzeep niet meer gebruiken, daar zat ook wat mangaan in. Ik denk dat dat ook belangrijk is voor de telers om zoiets in gedachten te houden. Ik denk dat we met minder depositie middelen die wegvallen, dat we daardoor misschien wel eens wat elementen gaan missen waar we normaal gezien niks van zagen. Misschien zien we dat terug in de praktijk. Ik denk dat wat ook wel goed is te realiseren, hè? Dus dat wij gebruik van dierlijke mest, hè? Dus de gehaltes in mest, die zijn ook altijd onzeker. En de werkzaamheid en wat we wel zien is dat de gehaltes wel wat teruglopen. Ja, dus ook vanuit de aanvoer, vanuit organische mest, is het plaatje wordt steeds... Je gaat steeds wat beperkender zijn in de hoeveelheid die daar aangevoerd wordt. Dus het is wel zaak om het in de gaten te houden. Van, hoe hoog zit je met mangaan, met borium? Ja, is die aan de krappe kant of zit die nog steeds goed? Of misschien wel aan de hoge kant, en dat zou ook nog kunnen. Maar dus het is zeker wel zaak om dat in de gaten te blijven houden. Ja. En misschien niet altijd direct aanslag met ik ga maar bemesten, ik ga maar stikstof geven, want het ziet wat gelig. Nee, ik denk ook dat het heel goed is om te realiseren van wat is het probleem nou eigenlijk? Ja. Dus ik zou adviseren van neem een bladanalyse, ga ook na hoe het met de opname is van de nutriënten. Hè? Als daar wat meer loof staat. En het ziet er wat gelig uit. En je wilt er wat aan doen. Nou ja, je kan direct stikstof gaan geven. Maar als stikstof het probleem niet is... Dan heeft het geen zin, hè? Dan heeft het niet zo heel veel zin. Dus ik denk ook, met een bladanalyse... nagaan hoe hoog is de nutriëntopname geweest uiteindelijk op dat moment. En als daar een aantal nutriënten of één nutriënt specifiek aan de krappe kant is... Ja. Nou, dan weet je, daar moet wat aan gedaan worden. Nou ja, en dan... pak je de middelen erbij die er zijn waarvan je zegt van nou daar zit hij in elk geval in en die ga ik gebruiken. Ja. Daar moet je denk ik wel scherper op worden de komende tijd. Ja. Nou, we gaan nu kijken naar een stukje
beeldmateriaal wat jij hebt meegenomen over de elementen. Klopt. Ja, ik heb wat achtergrondinformatie ook in deze PowerPoint gezet. Dit zijn eigenlijk de verschillende vormen die we in de grond meten, hè, met betrekking tot de nutriënten. Hè, want alle nutriënten zitten in verschillende, ja, wat wil je, fracties eigenlijk in de grond. We hebben het dan vaak over de beschikbaarheid, planbeschikbaar of direct beschikbaar. Direct beschikbare nutriënten, die meten we ook in de bijmestmonitor. Hè. Dus dat is het kleine puntje, dat hele kleine puntje wat je helemaal aan de, volgens mij is de rechterkant voor de kijkers, ja, van de rechterkant. En dat wordt ook wel bordbepaling genoemd. Dat ligt op het bord, is direct opneembaar. Hè. Dat de mensen thuis, heb je gegeten. Hè, als bord leeg is, nou ja, dan is het mooi of er ook wat op tafel staat. En zo kun je eigenlijk ook naar de verschillende vormen van elk nutriënt in de grond kijken. Ja. En we meten ook verschillende vormen. Bij Bijmestmonitor gaat het over de direct beschikbaarheid van de nutriënten. En bijvoorbeeld in de bemestingswijzer, het uitgebreide grondonderzoek, daar meten we plantbeschikbaarheid. Ja. Hè, plantbeschikbaarheid en de bodemvoorraad. En de bodemvoorraad is, als ik het over kali heb bijvoorbeeld, is welk deel van de kali is aan het kleihumuscomplex gebonden. Ja. Hè, welk zit daar vast? En welk deel is, nou ja, een beetje aan de randen van het CSC en is ook in de oplossing. Dat is dan die plantbeschikbaarheid. En dan heb je nog een totale hoeveelheid. En dat wordt ook wel de kelder. Hè. We hebben dan het bord, we hebben een tafel, we hebben een keuken. En we hebben ook de kelder. Ja. Nou, daar zit eigenlijk alle kali in. En je kan dat, nou ja, naar eten toe vertalen, maar je kan het ook over de tijd heen vertalen. Ja. Je zegt direct beschikbaar, hè, binnen dagen op te nemen, plantbeschikbaar, weken, maanden, bodemvoorraad, maanden, jaren, et cetera. En zo kun je ook naar de verschillende nutriënten kijken. Ja. Want ik had ook nog een plaatje met wat gebreksverschijnselen. We zien daar een, dit is specifiek kaliegebrek. Je ziet daar twee planten, waarvan de rechter een tekort heeft gehad aan kali. Maar je ziet daar rechtsboven ook een foto van een proefveld. Waar de rechterkant van dat plaatje heeft 200 kilogram kali is bemest. Ja. En het andere heeft geen kali-bemesting gehad. Okay. En we hadden het net ook over de belangrijkheid of welke nutriënten zijn belangrijk. En ik denk soms wel dat kali misschien wel het meest belangrijke element is voor een uienteelt. Ja. We focussen ons vaak op stikstof en ook wel fosfaat. Ja. Maar kali is eigenlijk ook, als je een tekort aan kali hebt, ga je heel snel terugzien. En als je te weinig kali hebt, ja, nou ja, dan heb je dit soort plaatjes. Ja. En dat kun je ook weer relateren aan die verschillende vormen dat het in de grond zit. Hè? Als je op een lichte grond heb je een kleine CSC, een kleine bodemvoorraad. Ja. Kleigronden zit vaak wat meer. Maar als je ook een grote CSC hebt, dan heb je ook een grote bindingscapaciteit. Ja. Dus dan moet je misschien relatief ook wel wat meer weer gaan bemesten, omdat die grond er vasthoudt. Ja. En dat willen we eigenlijk ook toe gaan passen in de verschillende producten die we gebruiken. Ja. En dan tijdens de teelt naar de direct beschikbare nutriënten kijken. Okay. Ja. En vooraf de teelt en dus naar de plantbeschikbare en de bodemvoorraad kijken. Ja. En al die informatie, ja, zo goed mogelijk uiteindelijk bij die teler op tafel brengen. Ja. Daar gaat het om, denk ik, dat die teler er wat mee kan. Ja. Maar ik wou nou even overgaan naar Nick, die in de praktijk veel gebruik maakt van een EC-meter. Voordat Nick gaat vertellen wat een EC-meter is en wat hij daarmee kan meten, willen we eerst even kijken naar een opname die we gemaakt hebben in het veld, hoe Nick daarmee aan de slag gaat in de praktijk. Mijn dagelijks werk bestaat eigenlijk uit het bekijken, bijhouden van verschillende teelten. Waarbij ik eigenlijk in de breedste zin van het woord mee probeer te denken met de teler. Richting beregening, bemesting en een stukje gewasbescherming. De vaste uitrusting is een EC-meter. En wat is nou precies een EC-meter? Dat is eigenlijk een apparaat dat wij gebruiken met ons dagelijks werk om een inschatting te maken eigenlijk van de bemestingstoestand van een perceel. We weten niet precies welke de elementen dat het zijn. Alleen we hebben een indicatie van de totale hoeveelheid. De metingen die we dus in het veld uitvoeren, proberen we op een aantal plekken te doen, zodat we eigenlijk een gemiddelde kunnen nemen en dat we daardoor een goed overzicht hebben van de situatie op perceel. De glijbaarheid die we meten op een perceel, die wordt op de meter uitgedrukt in millisiemens of microsiemens. En deze waarde die willen we eigenlijk in een zaaigewas, net als uien, in een vroeg stadium tussen de 100 en de 300 hebben voor een ideale groei.
Zitten we onder de 100, dan kunnen we stellen dat het gewas eigenlijk te weinig bemest is. Of dat op dat moment in ieder geval de bemestingstoestand niet toereikend is. Komen we boven de 300 tot ongeveer 500 microsiemens, dan moeten we op gaan letten. En dat betekent dat het op het perceel waarschijnlijk wat droger aan het worden is. Of dat de bemestingstoestand aan de hoge kant is. In dat moment is het goed om te beregenen. Om dus in ieder geval de zoutconcentratie wat te verdunnen. Gaan we boven de 500 tot 600 microsiemens op het perceel, dan kunnen we echt schade verwachten in de zaaigewas. Ik probeer eigenlijk gedurende een seizoen verschillende keren op verschillende momenten in de teelt metingen te doen. Op die manier hebben we eigenlijk een constante controle op de situatie op het perceel. En daarop kunnen we dus beslissen of we water gaan geven of juist bij gaan bemesten. Als alles er eigenlijk mooi bij staat en de teelt is eigenlijk, ziet eruit alsof hij, als hij geslaagd is, dan kunnen we met een goed gevoel naar huis. Daar word ik blij van. Hey Nick, ja, kun je nog eventueel wat meer uitleg geven over de EC-meter die je dagelijks gebruikt en wat je daarmee meet en hoe dat in zijn werk gaat? Jullie hebben natuurlijk al een mooie impressie gekregen vanuit de video. Ik heb hier twee voorbeelden van een EC-meter voor me liggen. En wat een EC-meter eigenlijk in de basis doet, is het meten van de geleidbaarheid. En dat kunnen we op verschillende manieren doen. Als we de eerste meter die ik naar voren heb erbij pakken, dat is een meter die voornamelijk in de glastuinbouw wordt gebruikt. En daarmee kunnen we de geleidbaarheid van vloeistoffen meten. Dus in voedingswater, in oplossing, kunnen we zien hoeveel elementen zitten daar in dat water opgelost. Maar daar hebben we waarschijnlijk in de openluchtteelt niet zo heel veel aan. Nee, klopt. Dan zou je een oplossing moeten maken van de grond en die vervolgens meten om dan een indicatie te krijgen van de mineralen die daarin zijn opgelost. Daar hebben ze gelukkig iets op bedacht. Dat is een stukje praktischer geworden. Dat is eigenlijk een variant op diezelfde meter, alleen dan met een pen, eigenlijk een grondpen erbij. Waar eigenlijk een contactpunt zit en die dus de glijbaarheid eigenlijk kan meten. En die kunnen dus simpelweg in de grond steken en dan dus plaatsspecifiek kijken wat de EC, dus wat de glijbaarheid op die plek op het perceel is. Dat is dezelfde meter die we in de video eigenlijk voorbij zagen komen. Ja. Kijk, wat ik normaal doe is als er een probleem zich zou voordoen op een perceel. We hebben bijvoorbeeld veel neerslag gehad, het lijkt dat het gewas wat minder staat te groeien. Of we hebben juist een aantal droge dagen gehad en we zien dat het gewas wat gedrongen blijft en juist wel moeilijk ook wil gaan groeien. Dan ga je je eigen afvragen, waar ligt dat precies aan? En dan kun je dus met een EC-meter kun je een indicatie krijgen van de voedingstoestand op een perceel. We meten letterlijk het aantal elementen wat op dat moment in het bodemvocht eigenlijk aanwezig is. En dat kan dus relatief laag zijn, in geval van bijvoorbeeld uitspoeling. Maar dat kan ook relatief hoog zijn als we zien dat het bijvoorbeeld erg droog is geweest of als er te veel of te veel bemest is. Ja. Dus op die manier weten we een klein beetje welke kant we op kunnen gaan en welke kant we op moeten denken om bepaalde problemen eigenlijk aan het licht te brengen. We hebben geen idee van de elementen die in de grond zitten. Dus we weten dat er een bepaalde hoeveelheid elementen aanwezig is. Alleen we hebben nog geen inschatting van welke elementen dat er precies zijn. Dus dat kunnen bemestingselementen zijn zoals stikstof, kalium of magnesium. Maar dat kan bijvoorbeeld ook natrium of chloor zijn. En daardoor hebben we uiteindelijk toch nog het grondmonster aan de basis nodig. Ja. Je steekt die pen in de grond. Heeft dat een bepaalde diepte dat je meet? Of hanteer jij dan? Ik probeer de diepte eigenlijk een beetje af te hangen van de beworteling van het gewas op dat moment. Okay. Als je dan gaat kijken, zoals in de video, een ui in een relatief vroeg stadium, die wordt natuurlijk erg ondiep. Mm-hmm. Dus op dat moment wil je ook niet dieper als een centimeter of 5 meter, want daar is het op dat moment te dun. En een ui heeft een heel beperkt wortelgestel en die zal dus al zijn vocht en al zijn voedingselementen vanuit die kleine omgeving eigenlijk moeten kunnen opnemen op dat moment. Mm-hmm. Dus dan is het ook belangrijk dat we daar meten. En gaan we dieper meten, dan weten we dat de plant daar in essentie toch niet bij kan op dat moment. Ja. Ja. Zoals de afgelopen dagen, dan ben je ook al met die meter in de ronde geweest. Ja, maar je hebt hem al de standaard in je auto liggen, denk ik. Ga je op elk perceel elke keer op vaste punten prikken? Ik probeer eigenlijk een beetje willekeurig op verschillende plekken in het perceel te prikken. Zo krijg je eigenlijk een mooi beeld van het totaal overzicht eigenlijk van het perceel. En op die manier kunnen we eigenlijk dan van de meting eigenlijk een gemiddelde pakken. En daar kunnen we een lijn uit trekken. Eén meting zegt eigenlijk niks. Hè. Het kan zijn dat door omstandigheden op een bepaalde plek een uitschieter zit. Dus ik probeer altijd op meerdere plekken op het perceel eigenlijk een meting te doen. Ja. En je vindt nou eigenlijk op dit moment weinig elementen. Minder elementen dan normaal. Klopt. Door het natte voorjaar wat we gehad hebben, zien we eigenlijk dat de EC in de meeste percelen gewoon flink gezakt is.
De voedingstoestand in ieder geval in de omgeving van de wortelzone is gewoon eigenlijk ontoereikend. Ja. Waardoor dat we dit jaar misschien eerder als normaal al moeten overwegen om een bijbemesting te gaan doen. Ja. Ja. En dat adviseer je dan ook aan die telers? Klopt. Dan kijken we eigenlijk samen met de teler op zo goed mogelijke manier. En met de inachtneming van de bemesting die er natuurlijk al onder ligt aan de basis. Om daarop in te spelen. Ja. Ja. Want kijk, we hebben het net over die bladmonsters gehad. Als die EC nou wat verontrustend is, dat er te weinig elementen in zit, dan zeg je dan tegen een teler van nou doe eerst maar een bladsapanalyse of hoe we het straks ook noemen. Maar of zeg je van nou ik denk dat dit en dit aan de hand is, doe er maar wat bij. Vaak kunnen we aan de hand van de achtergrond van een perceel, een grondmonster wat misschien in de winterperiode al genomen is, of de mest of meststoffen die al uitgereden zijn in het voorjaar, een redelijke inschatting maken van de elementen die op dat moment er wel of niet zijn. En daarnaast blijft het heel vroeg in de teelt, zeker bij een relatief klein gewas als een zaaiui, lastig om op dat moment al blad te verzamelen, te verzamelen om daar een monster van te pakken. Dus op dit moment zullen we een klein beetje een inschatting moeten maken. Vaak gaat dat behoorlijk goed. En dan kunnen we inderdaad later in de teelt kunnen we ook werken met andere gereedschappen, zoals nog een checkmonster of een plantsapanalyse. Ja. Ja. Want je zei bij het introduceren van die vorige meter, het is wordt gebruikt in glastuinbouw. Goed, jij gebruikt het nou in de openluchtteelten. Denk je dat het voor meer mensen een interessant instrument is om in ieder geval wat meer inzicht te krijgen van de toestand van de grond of van de bemesting eigenlijk? Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat je moet het zien als een gereedschap om jezelf eigenlijk te kunnen controleren, om de percelen te kunnen controleren gedurende het seizoen. En op die manier kun je eigenlijk best goed een inschatting maken van de situatie op dat moment op het perceel. Mm-hmm. En daar kun je dus dan later ook op in proberen te spelen. Ja. Ja, en nou speelt natuurlijk dat je kijkt naar de elementen die ontbreken. Maar volgens mij is het halverwege april pas gaan regenen. Ja. En daarvoor was het eigenlijk heel erg droog. Heb je dan ook wel dat je kijkt van nou, de oplosbaarheid is niet helemaal goed. Je hebt op een moment aan het regenen gezet van het jaar? Of? Er zijn inderdaad al gevallen voorgekomen waar dat relatief vroeg al beregend is. Vlak na het bemesten meet je eigenlijk een hele hoge EC, een hoge geleidbaarheid. Dus dat wil zeggen dat er op dat moment veel elementen in de grond aanwezig zijn. En dat is eigenlijk gevaarlijk op dat moment, omdat een kiemend zaadje een hele lage zouttolerantie heeft. Dus op dat moment moeten we gewoon heel erg opletten. Hebben we dan een te hoge EC, en ik hou voor zaaigewassen in eerste instantie in het voorjaar tussen de 100 en de 300 microsiemens aan. Dat is eigenlijk de waarde waarin de meter het zoutgehalte uitdrukt. Dan zitten we goed, maar komen we daarboven, dan zie je dus eigenlijk dat er naar verhouding te veel mineralen in de grond aanwezig zijn op dat moment. En dat kan dus direct voor zoutschade zorgen. De EC is altijd nog afhankelijk van water. De elementen zijn opgelost in bodemvocht. Dus als we dat bodemvocht gaan aanvullen, dan zijn we indirect de EC aan het verlagen. Waardoor we dus eigenlijk die zoutstress aan die gewassen gaan of kunnen voorkomen. En hetzelfde geldt natuurlijk dadelijk in de zomer als het droger wordt. Stel, we zitten al op een redelijk hoge EC, een EC van 300. En het wordt allemaal droger. Dan zal het zout in de grond naar verhouding stijgen, omdat de bodemvocht daalt, de hoeveelheid. Ja. En op die manier zal de EC dus oplopen. Gaan we dan kijken in een relatief groot uiengewas en de EC zou boven de 1 komen, dan mag je wel degelijk al opbrengstderving verwachten. Oké. Ik heb hier een kijkersvraag binnen. Hoe kun je met de EC-meter de bemesting sturen? Je gaf dat net een beetje aan, maar kun je het nog eens... Het belangrijkste is om enige regelmaat eigenlijk zo'n perceel te controleren. En vooral dus in de vroege periode, waar dat de EC het meest kritiek is. Dus de plant het minste zout kan verdragen in de grond. Maar aan de andere kant dat we wel voldoende voeding willen hebben om het gas ook aan de groei te houden. Mm-hmm. Om dan dus toch met enige regelmaat die metingen te doen. Ja. Okay. Misschien nog een andere vraag. Wat zijn jouw ervaringen? Zijn er specifiek ook dezelfde nutriënten die je dan terug ziet qua bemesting? Is het de kali, is het de stikstof? Of heb je daar ook zicht op? Of is het elke keer toch weer uniek eigenlijk? Ja, het is toch elke keer wel afhankelijk van de situatie. Kijk, je kunt ervan uitgaan dat de elementen die het gewas het meest nodig heeft en die we als telers zeg maar ook het meest bemesten, dat je daar het makkelijkste de verschillen in ziet. Hè? Dus stikstof, kali, magnesium, die zullen in grote lijnen het merendeel van de EC bepalen. Maar dat betekent niet dat bijvoorbeeld kleine spoorelementen, maar ook zouten zoals natrium en chloor, daarin meewegen. Mm-hmm. Kijk, en het blijft gewoon een globale inschatting van een totale hoeveelheid nutriënten die we op dat moment in de grond meten. Alleen we weten dus niet
Wat dat we meten, ja, en daar komen dan toch de grondmonsters bij kijken. Ja. Ja, ik denk dat het een hele mooie aanvulling is. Dan kun je vinger aan de pols houden, kun je eigenlijk zo vaak gaan meten als dat je wil. En ja, zie je dan wel wat, misschien gebreksverschijnsel of de groei blijft achter. Ja. Ik denk dat je dan daardoor een gewasanalyse pakt, eventueel in combinatie met de grondanalyse. Dat je dan ook specifiek weet welke zijn beperkt en welke zorgen voor groeivertraging. En dan krijg je steeds meer grip uiteindelijk op je teelt. Want op zicht, we kunnen heel veel doen, maar uiteindelijk, je moet wel wat meten. Ja, dat is ook het motto bij ons, hè. Meten is weten. Azera is er erg van om vast te stellen van de feiten en van daaruit te sturen. En dat brengt ons ook misschien weer meteen bij het bijmestmonitor, om van daaruit te gaan kijken van wat heeft een gewas nodig. Jullie hebben zo'n bijmestmonitor. Wat is dat eigenlijk? Wat kunnen we ermee? Het is een heel mooi bruggetje eigenlijk. Ja. Ja, precies. Ja, kijk, bijmestmonitor. Dus kijk, uiteindelijk als je met een DC-meting of dat er op andere manieren al mogelijkheden zijn van je denkt van gaat het nog goed met het gewas? Zitten we nog op het goede spoor eigenlijk? Mm-hmm. Wat is die bijmestmonitor? Die bijmestmonitor, die is sinds een, ik denk 3 jaar nu, dat we die ook aanbieden voor de klanten. Het is een gewasanalyse. Het is een meting van de nutriënten in de droge stof. Ja. En dan ook even nadenken of het nou 12 of 14 zijn. Volgens mij worden 12 nutriënten gemeten in het blad, in het loof. En dezelfde nutriënten worden ook in de grond gemeten. En in de grond is het een beschikbaarheidsmeting. Hè? Dus wat zit er eigenlijk in de bodemoplossing? Dus aanvullend op een EC-meting krijg je dan ook zicht van, heb je hoge waardes? Welke nutriënten zijn aan de hoge kant? Heb je lage waardes? En er zit ook een EC-bepaling bij. Dus dat geeft ook weer zicht op is het zoutgehalte aan de hoge kant? En in combinatie met een pH-meting in de grond. Want ik denk ook, in het begin heb ik ook gezegd van, nou, die pH is ontzettend belangrijk om ook te weten hoe je je nutriënten zou kunnen gaan bemesten. Hoge pH-waardes geef je aan dan. Die moet je dan via het blad geven, want anders heeft het niet zoveel zin qua werkzaamheid. Maar in principe heb je dus zicht op wat is er opgenomen. En dus je kan hem eigenlijk terugkijken, hoe is de gewasstand. En in combinatie met een bodemmeting, wat zit er in die grond, wat kan het gewas nog opnemen. Ja. En als er in de winterperiode een uitgebreid bodemonderzoek gedaan is, dan is er ook nog een link op basis van de coördinaten van het perceel met de nalevering. Okay. Dus de stikstofnalevering vanuit de afbraak organisch stof, hoeveel stikstof is dat? Nou, in ieder geval is dat meer, in het andere geval zal het wat minder zijn. Ja. En die informatie wordt meegenomen. Dus je hebt de gewasmeting, je hebt de grondmeting op dat moment. Je hebt daarnaast nog de nalevering die meegenomen wordt. Mm-hmm. En dan kom je tot een bemestingsadvies, voor bijvoorbeeld stikstof. Ja. En het stikstofadvies is opgesplitst in 4 weken. Dus voor de komende 4 weken, als je zegt van nou, ik wil dat in 2 keer geven, dan heb je 4 weken advies. En je krijgt een einde teeltadvies. Ja. En hij is zo opgebouwd dat je zegt van nou, we weten wat er in de grond zit. We verwachten dat dit er nog bij komt. Het gewasniveau zit zo en zo hoog. Ja, en de totale hoeveelheid is zo groot. En dat nemen we allemaal mee. En daar komt een advies uit. Dus het is eigenlijk, ik denk, een product voor na te gaan. Wat is de gewasstand? Zie je, als er een gebrek is of hele hoge EC-waardes hebt, kun je dat ook toewijden aan bepaalde nutriënten. Ja. En je krijgt een advies bij. Hè? Dus je kan hem ook op meerdere manieren gaan gebruiken. Ja, we zijn natuurlijk met z'n allen Nederlanders en kijken dan ook heel sterk naar de kosten. Maar zijn er ook besparingen die je daarmee kunt behalen? Hè? Ik kan me voorstellen dat als je denkt van het is dat element en je gaat dat net toedienen, terwijl het een ander punt is, dan verlies je 2 keer een. Dan ben je eigenlijk, dan loop je wat achter de feiten aan uiteindelijk. Dus kijk, uiteindelijk kun je zeggen van, er zit een prijskaartje aan. Maar goed, je krijgt ook een gewasanalyse en een grondanalyse. Mm-hmm. Het wordt voor je gedaan. De monsternemer, je kan het zelf doen. Je kan de monsternemer vragen om die meting te gaan doen. En uiteindelijk is de vraag van, wil je besparen? Ik bedoel, weet hoe goed het met je teelt gaat, wat zit er in je grond, welke nutriënten zijn er aanwezig. Ik vind dat dan niet direct een hele grote kostenpost. Nee.
En ja, kijk, wij pakken een representatief stuk van het perceel. In overleg met de klanten, in overleg met de teler gaan we naar. Want ja, je hoeft niet het hele perceel te bemonsteren, maar je hoeft wel een klein deel te pakken. En je weet specifiek wat er aan de hand is. Je zou kunnen overwegen om bijvoorbeeld alleen naar het gewas te kijken. Hè? Dus bladanalyse. Ja, bladanalyse los van de bijmesmonitor, hè? Dus dat is de gewascheck. Ja, die is wat goedkoper. Ja. Dan weet je wat het gewas gedaan heeft. Ja, daar heb je verschillende opties in. Ja. Maar ik denk van vooral ook een vinger aan de pols te houden. Ja. Ik blijf het zeggen. Het is uiteindelijk belangrijk. Waar staat het gewas? Wat kan er nog komen? Wat moet je eigenlijk nog gaan doen? En het kan ook als ondersteuning werken. En je zegt net van, werken daar nou 3 jaar mee. Heb je dat ook al veel in uien toegepast? Ja, het komt... kijk, uiteindelijk aardappel is een hele grote teelt binnen de bijmesmonitor. En ik denk dat uien op plaats 2 of op plaats 3 staan qua aantallen die dan gedaan worden. Je ziet het meer en meer komen. Ook denk ik dat het wel te maken heeft met de... Nou ja, dus uiteindelijk, je kan er wel wat opbrengsten mee gaan, of met meer opbrengsten mee gaan realiseren. Ja. Dus je merkt dat er wel vraag naar is. En kijk, als je meer en meer areaal hebt, je hebt natuurlijk ook, je wilt natuurlijk overal weten wat er aan de hand is. En dit geeft heel duidelijk zicht op de gehaltes die in de grond zitten en de gehaltes die in het gewas zitten. Ja. Dus ik denk dat het een hele mooie ondersteuning is in het hele management van het... van de boerenbedrijf, van de teler uiteindelijk. Ja. Het gewas leent zich er natuurlijk ook erg voor. Je hebt een heel beperkt wortelgestel, zit behoorlijk oppervlakkig. Dus je bent dat gewas eigenlijk ook heel erg met een labeltje elke keer die voedingselementen bij aan het geven. Het heeft met een ui weinig nut om daar, zeker in het begin van de teelt, met die kleine worteltjes al een grote hoeveelheid bemesting op te leggen. Het spoelt alleen maar weg. Maar hoe zie jij dat voor je dan, om het daar even over te hebben? Wat adviseer jij een boer? Of een teler aan het begin van de teelt, als een bemesting komt. Als we gaan kijken naar de weggroei van uien, kijk, je hebt een aantal elementen aan de basis nodig. Afhankelijk van het voorjaar, zoals nou een koud voorjaar, is bijvoorbeeld fosfaat er een hele belangrijke in. Nou, die is niet mobiel in de grond, dus die wil je echt bij de voeten van de uien hebben liggen. En dan kun je met een heel klein beetje op de rij, kun je heel veel bereiken. En dan zie je dus eigenlijk dat veel andere meststoffen op dat moment nog maar een heel kleine hoeveelheden nodig zijn. Misschien nog maar 30% totdat het gewas echt massa begint te maken. En dan begint de grote hoeveelheid van de opname. Dus op dat moment wil je erbij zijn met je bijbemesting. Ja. En als we het dan hebben over een stukje kosten en kostenplaatje wat erbij komt kijken, dan is het op dat moment heel wijs om inderdaad eens te monsteren van wat zit er wel, maar wat zit er ook zeker niet. En wat moeten we dan nog aanvullen om uiteindelijk tot het beste resultaat te komen. Ja. Ik ben het in principe gewoon mee eens. Ja. Hè? Beetje bij beetje gaan voeden die plant. Zeker wat je nu ziet. Hè? Lage gehaltes, hè? Veel uitspoelen, het is koud. Ja, die grond die moet op gang komen. En, en misschien dat ook al veel van de meststoffen die gegeven zijn, dat die ook alweer gedeeltelijk uitgespoeld zijn. Ja. En zeker met het kleine gewasje wat er nou staat. Ja. Ja, we krijgen warme... Hè? De warmte, we zitten er misschien al middenin. Ja. Maar de warmdagen komen eraan, de groei gaat komen. Ja, kan die grond, kan vanuit die grond voldoende aanvoer reduceren om ook die behoefte te voorzien. Dus ik denk dat het zeker relevant is om daarnaar te kijken. Ja. Want hoe vlot spoelt dat weg of uit? Die bijvoorbeeld de stikstof die je aan de basis geeft. Ah ja, het is afhankelijk per element, maar we zien inderdaad dat vooral de stikstof en de kali, die toch in de grond net wat minder goed gebonden zijn, dat die relatief gevoelig zijn voor uitspoelen. Kijk, en het is natuurlijk afhankelijk van wat voor grond zit. Je zit op een zwaardere grond met een groter CEC-complex, dus om het zo maar te zeggen een grotere kapstok waar die elementen aan gebonden kunnen worden. Dan zal er minder uitspoelen. Maar zitten op de lichte zandgronden waarvan kleideeltjes al geen sprake is, dus waar we het echt van organische stof moeten hebben, die ook overal wel wat hoger had mogen zijn, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, dan zie je gewoon dat die percelen heel erg gevoelig zijn voor uitspoeling. En dat zomaar bijvoorbeeld van een dierlijke mest die aan de basis is gelegd, noem drijfmest, misschien wel 30-40% van de beschikbare stikstof uitspoelt. Ja. Ik denk ook met stikstof, hè, dus de vorm. Hè, je hebt uiteindelijk het aandeel nitraat wat er in bijvoorbeeld in de korrel zit. Kijk, nitraat is natuurlijk ontzettend gevoelig voor uitspoelen. Nou, dat, in mijn verwachting is dat alle nitraat, of veel van de nitraat die gegeven is, nou, dat het plantje de moeite mee heeft om die nog op te kunnen nemen. Ja. Dus je kan daar ook, en daar wordt wel eens naar gekeken, van het aandeel nitraat bijvoorbeeld in de stikstofmeststoffen, ja, moet dat ook niet wat lager zijn? Hè? Dus minder nitraat is minder gevoelig voor uitspoelen. Ja, in een jaar zoals we nu hebben, veel neerslag, hè, nu op dit moment veel neerslag gehad, ja, dan...
was het verstandig geweest om het aandeel nitraat in die bemesting gewoon wat lager te hebben. Ja. Ja. Nitraat bindt zich nergens aan, hè. Het is negatief. Ja. Dat CSC, kijk, als hij positief was geweest, hè, dus die ammonium in die kunstmeststikstof, ja, die kan zich nog binden aan het CSC. Ja. Nitraat niet, dus die spoelt nog weer makkelijker uit. En ja, klein worteltje, hè, we hebben het er steeds al over. Het moet er wel bij in de buurt zitten, wil die kunnen opnemen. En ja, als we dieper weg zitten, ja, misschien komt hij nog omhoog, hè, vanuit de capillaire opstijging. Maar ik ben bang dat hij kwijt is. Ja. En er moet wel een loofpakket op komen. Hè? Ja, ja, dat is zeker, zeker bij onze rassen. Ze zijn erg dankbaar voor een goede bemesting en ook een stikstofbemesting. Ja. En daar doen onze uien het heel erg goed op. En het is dus ook zaak dat die tot het einde van de teelt, zeg maar, hun voeding hebben. Nou, maar ik denk sowieso dat het belangrijk is dat je als teler moet realiseren dat er een goed loofapparaat op moet komen, wil je ook productie hebben straks. Ja. Uiteindelijk is het natuurlijk de fabriek die het allemaal moet doen. En als je gaat kijken naar de totale hoeveelheid stikstof die een ui vastlegt, dan gaat wel 70% daarvan inderdaad daadwerkelijk in het loof en in het blad gaan zitten. Ja. 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 Ja, we zijn eigenlijk een beetje door de stof heen. Niet zozeer dat we er niet meer over kunnen praten, maar we willen de gasten thuis ook niet te lang bezighouden. Natuurlijk is er nog heel veel te doen en te leren over deze onderwerpen. We hebben dus enerzijds gesproken over de elementen, wat Karsten besproken heeft, en de EEC-meting, wat misschien een handig hulpmiddel is voor een teler of adviseur in de praktijk. Uiteraard is er nog veel meer over te vertellen. Ik wil denk ik toch afsluiten als... Ja, ik had nog één vraag. Ja, Arjan. Ik had nog even een vraag. Ja, aan jullie eigenlijk allebei. Waar moet een teler nou op letten? We gaan nou van kou, zoals het nou... een koude periode, natte periode, naar wat drogere periode, een warmere periode ook. Wat zijn dan de dingen waar een teler op moet letten? Ook met name als het gaat om de druk van insecten. In de bemesting, hè? Nou ja, kijk, wat we in andere gewassen ook wel gemeten hebben. Hè, dit voorjaar, hè, we hebben dus... het is zonnig geweest, we hebben koude nachten gehad. Hè, dus we hebben best wel wat suiker. Hè, dus de gewassen, hè, dus ik denk aan gras, maar ik denk aan tulpen en tarwe. Er is best wat suiker aangemaakt. En als je koude nachten hebt, dan wordt dat niet verder afgebroken. En een hoog aandeel suiker, dat kan de insecten aantrekken. He, dus dat zou een risico kunnen zijn. He. Aanvullend op zo'n bijmestmonitor kun je ook suikergehalte nog vragen. He. Dus dan weet je ook hoe hoog dat suiker is. Of is geweest eigenlijk. Dus ik denk dat dat nog wel een issue kan zijn. En over het algemeen ook, kijk, een weerbaar gewas. Kijk, als daar een tekort is aan een aantal nutriënten, he, dan is de groei beperkt. En ik denk ook een weerbaar gewas, dat moet voldoende nutriënten op kunnen nemen. En als je... hoog suiker en nu waarschijnlijk gewoon toch een hele snelle groei. Nou ja, dan kan daar best wel eens een moment zijn dat gewoon een plaaginsect, en ik weet niet welke, maar dat daar een trips bijvoorbeeld zich heel snel kan gaan ontwikkelen, omdat daar en veel suiker is en dat is misschien ook wel makkelijker voor een trips om als plaag ook te kunnen gaan ontstaan. Dus ik denk ook dat het zeker risicovol kan gaan worden, gezien de omstandigheden die we nu hebben, waar we nu tegenaan zitten te kijken. Ja. Ik wil niet te ver vooruit kijken, maar ik vermoed dat het wel eens een lastig jaar kan gaan worden wat dat betreft. Ik weet niet of jij dat ziet. Ik sluit me eigenlijk daar volledig bij aan. Als je gaat kijken naar inderdaad een duidelijke ophoping van suikers, en vooral eenvoudige suikers die dus met name trips gaan lokken eigenlijk. Die kunnen daar zich makkelijk mee voeden. Dus dan wordt het nog belangrijker om dadelijk, als dat gewas gaat groeien, om te zorgen dat er voldoende beschikbare elementen zijn om die groei ook te kunnen funderen. Dus om stevig, vitaal gewas te kunnen laten groeien. En geen zwak gewas wat dus gevoelig is voor ziektes en plagen. En daarbij dus ook letten op die spoorelementen die helpen bij de omzetting van de stikstof, voornamelijk nitraatstikstof en suikers. Om dus inderdaad de aantrekkingskracht richting die insecten zoveel mogelijk te verlagen. Ja. 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 Nou, dat was wat ik nog wel weten. Ja, dat wil ik toch bij deze dan afronden. Ik bedank de kijker voor de aandacht voor deze talkshow. En hoop dat we dan op korte termijn weer iets nieuws kunnen uitzenden. Natuurlijk wil ik ook onze gasten bedanken, Karsten en Nick. En niet te vergeten mijn collega Arjan Bos.
Ja, ik realiseer me ook dat we niet alle vragen hebben beantwoord, en omdat we zo in gesprek waren, maar we zullen de vragen sowieso per e-mail nog beantwoorden. Voor de mensen die niet alles hebben kunnen volgen, is de talkshow ook terug te kijken op onze website en de sociale media. Ja, nogmaals bedankt en graag tot een volgende keer.